vanmiddag doen? Nou, wij gaan als cheerleaders voor de eerste keer dit seizoen bij de Domstad Dominators het team aanmoedigen. Maak contact! We gaan gelijk vanaf het begin van de wedstrijd even goed de sfeer neerzetten. Dus we maken een erehaag waardoor alle spelers opkomen. Daarna staan we tijdens de wedstrijd aan de zijkant en doen we verschillende yells van bijvoorbeeld go defense. Dat is dus als de verdediging aan het spel is. Of van zet hem op, dominators. Allemaal dat soort dingetjes om het publiek ten eerste mee te laten doen. En ten tweede natuurlijk de spelers aan te moedigen. Hebben jullie extra voorbereid voor deze thuiswedstrijd? Afgelopen week hebben we wel nog even een aantal keer de yells doorgenomen. En door wat gaat er nou gebeuren precies. En het is voor hun allemaal de eerste keer, dus het zal ook wel even spannend zijn. Maar komt goed. Dominators! Dominators! Hoe vindt u het dat de Jarita cheerleaders vandaag voor jullie optreden? Ja, fantastisch. Ja, ik denk dat het echt veel meer sfeer brengt. Ja, ik denk dat het een hele goede zaak is voor het voetbal om het beter op de kaart te zetten en meer mensen enthousiast te maken. Wat merk je ervan als ze er niet zijn? Merk je het verschil? Ja, de sfeer is gewoon een stuk minder dan. Ja, heel duidelijk. Vandaag gaan jullie voor het eerst optreden. Wat vind je ervan tot nu toe? Het is heel leuk. Vooral ook de Nusa begeleidt heel goed kinderen die nieuw zijn. En je wordt gelijk gewoon meegetrokken in de groep. Het is gewoon iets anders dan bijvoorbeeld voetballen of zoiets. Het is nieuw. Is het haar eerste optreden? Ja. Dus je zit er nog maar net op. Hoe vindt ze het? Ja, schitterend. Ja, ze zijn er bezeten van. Er kwam via een vriendinnetje. Alleen die zit er dan niet meer op, maar zij is gebleven. Hallo. Dus dat is de oudste. Je hebt twee dochters die twee zitten dochters. Bij de cheerleaders. Ja. Volgens mij zou jij ook wel een cheerleader willen zijn. Ja, zeer zeker. Ik heb al tegen de coach gezegd, tegen de Nuta, dat ze een echte senioren team moeten oprichten. Want, maar dan niet meer wel in het trainingspak, maar niet meer in de pakjes zoals cheerleaders zelf tonen, zeg maar. Cheerleaders hebben zo hard jullie aangemoedigd. Ja, we konden het goed horen. We zijn er blij mee. Het hoort bij Murken voetbal en het is leuk dat ze er zijn. Wat voor verschil maakt het als de cheerleaders optreden voor jullie en jullie aanmoedigen? Nou, het is natuurlijk een extra boost. Het is leuk voor de toeschouwers. Het brengt meer kijkers. Muziek langs de lijn. Ja, het is helemaal top. Hoe was deze dag vandaag voor jullie? Ja, leuk. Het is lang geleden dat ik zelf bij Murken voetbal ben geweest. Dus voor mij kwamen ook weer alle herinneringen naar boven als toen ik zelf cheerleader was. Ja, en ik heb het prima naar mijn zin gehad. Wat is je grootste stunt tot nu toe geweest? In de spagaat in de lucht. Ja. Je moet ook wel durven hebben, hè? Ja. Lef. Sta je altijd achter hun? Ja, ik ben er altijd, bij. Ik ben ook hulpmoeder van de minis, van de cheerleaders. Dus doen we de make-up en zorgen een beetje voor het groepje. Omdat de coach natuurlijk niet al die 35 meiden alleen kan doen.